Yo, mensen van deze van dit kanaal. Welkom bij een nieuwe Minecraft video. En ik had er weer zin in. En laten we dan maar weer even gaan doen. We zijn weer in die sneeuwwereld. En ik probeer zeg maar een beetje de zee te vinden. Te zoeken eigenlijk, ja. En ja. Want ik zag een glazen beeld van een hert of zo, had ik gezien. Daar verderop. Alleen, ja, het probleem is nu, hè. Nu, oh, wacht. En misschien weet ik al waar het is. Volgens mij is het daar ergens. Volgens mij. Ja, daar is het. Ja. Het grappige is, zeg maar, als je, zeg maar, ja, hoe zit het? Als je zeg maar, dan komt er allemaal water uit, want het is helemaal van ijs gemaakt. Dat ding. Ja, dat is wel. Op zich is dat wel leuk. Hé, hey, wat is. Oké, okay, wat is dat voor kist eigenlijk? Ik wil het. Oh nee, het is gewoon. Ik dacht serieus dat dit. Dat een of andere kist was, maar het was gewoon grond. Het was gewoon aarde. Gewoon aarde was het. Zo. Kijk, nu het licht is, dan kun je het ook beter zien wat er allemaal uitstroomt en zo. En dat. En, oh. We gaan alles zeg maar een beetje onder laten. We gaan hem helemaal. Al het ijs van dat ding gaan we weglaten. Dat gaan we weghalen. Dat is, ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien eigenlijk. Oké. Okay. Is het zo gaan? Oh, gaan we het zo spelen? Oké. Okay. Yes. Oké, okay, goed. Dan gaan we eerst helemaal naar boven. Ik had al een beginnetje gemaakt. Oké, okay, what the fuck. Dit bestaat wel gewoon uit water, hè? Ja, dit bestaat wel gewoon uit water. Hè? Ze laten hun geheimen niet heel goed horen. Niet goed zien waarschijnlijk. Maar nu zijn we achter het geheim van deze wereld gekomen. Dat er een enorm glazen. Wat zeg ik nou? Een hert van ijs staat. En dat is best grappig. Fuck. Nou, als ik dat had geweten, dat het ineen. Wordt het geen ijs. Hoe heet het? Dan wordt het geen ijshert meer, maar een waterhert. Waterhert. Nou. Een kolossaal waterhert. Fuck. Fucking hell. Dit. Zo. What the fuck? Lol. Lol. Oh, what the f. Alleen hier is nog wel ijs. Yes, ik ben weer op het ijs hoor. Ah, nu komt er wel weer water aan. Zo hé. Dit is echt heel weird.
Laten we dit eerst even allemaal even gewoon slopen. What the fuck? Al dat ijs begint gewoon te smelten. Even kijken, kan je... Oh shit, nee, ik kom gewoon te kort, man. Het is echt heel apart. Nu komt daar ook allemaal water weer uit. Lol. Wow, joh. Zo. Even kijken, hoe ziet het er nu uit? Het ziet er wel aardig uit. Er stroomt lekker veel water vanaf. Ten eerste moeten we eigenlijk ook een beetje een goede schuilplaats zien te vinden, natuurlijk. Dat zouden we kunnen doen, maar... Ik ga er misschien toch maar niet aan de ene kant. Wat zal ik gaan doen? Ga gewoon weer terug. En daar is de zee. En daarachter is de zee trouwens. Daar. Ja. Ik vind het hartstikke mooi. En maar ja, we moeten weer terug. Het is handig. Nou, het is handig als we weer terug gaan. En het is lekker vakantie. Lekker herfstvakantie. Even geen school. En dat soort zaken. En wat is het hier donker. Zo donker heb ik het hier nog nooit meegemaakt. In dit spel. En wat een mooi uitzicht hebben we ook. Oh, maar dit is helemaal niet verkeerd. Zo. Nou, dat kun je nagaan. En we staan nog steeds niet op het hoogste punt. Kijk. Oh mijn god, is dat Mount Chiliad? Daar lijkt het wel op. En nu kijk je naar beneden. Fuck. Goed, we hebben het gehaald in ieder geval. En er zijn geen zombies, dus we hebben mazzel. Oh, toch één. Ja, er was er toch één, dus we moeten gewoon op. Fuck. Fuck. Fuck, die spin. What the fuck? Yes. Eindelijk. Die spin is ook even dood. Maar je moet gewoon echt goed uitkijken. Nou, ja, dat was het eigenlijk alweer de aflevering. Dus eigenlijk is hij alweer klaar. Voordat ik het wist. Ja, het gaat snel. Nou, het duimpje omhoog op deze video. Dat zou ik zeer op prijs stellen natuurlijk. Dus dat zou ik... En dan... Hey, waarom draag ik geen pet meer trouwens? Ik moet gauw weer een pet of een muts op doen. Want mijn haar zit ook helemaal niet goed. Nou, ik zou zeggen tot de volgende keer. Dus later mensen. Ik wacht even tot de tijd op is. Want ik heb maar 10 minuutjes en het is al bijna 10 minuten. Dus dan wacht ik gewoon tot de 10 minuten om zijn. Nou. Later mensen. Yes, bijna.